Was je bang toen je de plaat hoorde? Hoorde je dat? Ja, natuurlijk. Ik hoor alles. Oh, ja. En ik krijg ook wel sms'jes. Giel, kreunende krantenmeisjes. Ja, ja, leuk. Ja. Ja, ik heb dat, nou, ik moet eerlijk zijn, ik heb hem wel liggen hier. Crush is melting in the dark night. Stars in the supermarket. Crush is melting in the dark night. Ja, het is toch gewoon, het is toch voor de love of music, ik hou er echt van. Ik kan er gewoon niet naar luisteren. Nee? Ik kan alsof ik bezeten ben daar. Ja, dat is wel een beetje alsof je bezeten bent, ja, dat is mooi gezegd. Nou ja, ach, weet je, maak je geen zorgen, morgen is Michielin gewoon, weet je. Ja. Oh, hé, hey, de krantenmeisjes. Oh. Ik zal hem eventjes laten weten waar de faal staat. Oh. Nee. Nee. Het is 16 over 6 en ze zijn al geïntroduceerd. Maar toch, bij deze nog even. Susanne. Goedemorgen. En Fleur. Oh, goedemorgen, Giel. Goedemorgen. Wat staat er in de krant? Eerst even, ben ik gewoon even nieuwsgierig naar. Wat gaan jullie doen eigenlijk met Koningin de Dag, Sus? Ik ga naar Utrecht. Ah, oké. Okay. Dat is ook wel leuk daar, ja. Met Koningin in de Nacht dan, hè? En morgen ga ik naar Amsterdam. Oh, oké. Okay. Jij pakt het wild aan. En jij dan, Fleur? Nee, ik blijf gewoon lekker in Goes. Oké. Okay. Goes heeft het dan, hè, met Koningin in de Nacht. Ja. De Koningin in de Nacht, van Goes is ook echt Goes Goes Wild. Ja, iedereen kent het. Ik heb hier wel wat opnames. Oké. Okay. Laten we beginnen. Wat staat er vandaag in die Televaag, Sus? Ja, nou, ik weet niet of mensen op zitten te wachten, maar je kan binnenkort weer lekker wakker worden met Wilhelmus op je radio. Oh. Want Omroep Max die gaat vanaf het Koninginnedag elke uitzending beginnen met Wilhelmus. Gewoon altijd 6 uur sharp, boom. Ja. Godsamme. Maar dat is vanaf morgen. Ja. Dat denk ik. Ik kan die baas van Max... Kan ik wel even bellen? Ja. Dat het niet hoeft dat ik dat wel voor ze doe. Ja. Dat is nou weer voor de... En hoe lang gaan ze doen? Weet hoe lang? Ja, ja, dat staat er natuurlijk ongetwijfeld niet bij. Nee. Hoe lang ze dat Wilhelmus gaan uitzenden? Nee, vraag ik makkelijk. Kijk of die wakker is hoor. Ja. Gewoon een halve alcoholist die Jan Slachter. Nou. Zijn ze er. Nou, nee. Ik hoor net, daar wordt helemaal niks. Oké, okay, nou, vanaf... Ja, genoeg. Ik spreek met Jan Slachter. Ja. Op dit moment kan ik u helaas niet te woord staan. Ik spreek na de piep uw naam en dit. Oké, okay, mooi. We kunnen weer gaan zitten. Wat staat er nog meer in? Nou, ook nog 10 met griffel voor milieudoelen. Want auto's zijn niet meer grote, zijn niet meer langer de grote boosdoener van klimaatbeschermers en oh, zo. We mogen gewoon weer lekker gassen knallen en toestanden, want de auto's doen het niet meer. Ja joh, nee, tof. Dat moet je niet doen. Oh. Het gaat net zo goed. Ja, zo kun je het ook zeggen. Ja. Oké, duidelijk. Ja. En het laatste harde nieuwtje? En dan ook nog een hele leuke foto van een 26-jarige gast uit Delft. Samen met een krokodil. Want hij is hard op weg om de nieuwe Steve Irwin te worden, staat hier. Want hij is van de Universiteit van Leiden en hij houdt heel erg veel van slangen. En hij gaat binnenkort zelf nog een programma presenteren op Discovery. Over slangen en zo. Ja, ja. Maar ja, dus dat is wel heel vet. Als mensen je de nieuwe Steve Irwin noemen, dan weet dat je... Dat gaat misschien een beetje te ver. Hij houdt meer van slangen. Je moet het niet willen, denk ik dan, maar... Nee. Is niet funny? And he's completely harmless. Zo, die is dood. Maar wij leven. Sorry. ja, heel pijnlijk inderdaad. Wat staat er vandaag in de Volkskrant, Algemeen Dagblad en Trouw? Intelligent nieuws, jongens, luister even. Astronomen hebben het tot nu toe verst verwijderen en daarmee het oudste object in het heelal geregistreerd. Het is een exploderende ster en die zit ruim 13 miljard lichtjaren van de aarde. Dat betekent dat het licht er 13 miljard jaar op heeft gedaan om de aarde te bereiken. Okay. En die astronomen hebben een lichte gamma-slits of zoiets waargenomen. En blijkbaar was dat op de oerknal na de krachtigste explosie in het heelal. Te gek, man. Ja, cool, hè? Gelul in de ruimte, maar goed. Oké, wat nog meer?
Amsterdamse stadsdeel Slotervaart gaat een informatieborden plaatsen over waar je als homo kunt cruisen. Oh, ja. En elkaar kunt ontmoeten voor seksuele contacten, zoals de krant het netjes omschrijft. En stadsdeelwethouder Paulus de Wild onthulde gisteren die borden. Maar weet je hoe die eruit ziet of niet? Nee, dat weet ik niet. Het lijkt mij in de categorie eenrichtingsverkeer. Ja, inderdaad. Ik vroeg wel echt af. Wat pijnlijk. Ik weet wel, ik heb het eigenlijk bekeken. Ik weet dat Rutger van Geen Stijl weer heel druk erbij was en zo. Oké. Okay. Maar ik zag al, ik had er niet eens behoefte aan. Oké, okay, en wat er meer? Een klein jubileumpje. Obama is vandaag 100 jaar president van de Verenigde Staten. Gefeliciteerd. Ja. En hij kreeg een cadeautje, namelijk een Republikeinse senator is overgelopen naar de Democraten. En daarmee hebben ze, even kijken hoor, 59 van de 100 senaatzetels. En dan moeten ze nog maar eentje voordat ze een of ander super veto enorm recht hebben waarmee ze dan alle beslissingen door kunnen voeren die ze willen. Yay! De leuke nieuwtjes van vandaag. Sis, wat heb jij? Ja, nou voor bierliefhebbers is er echt niets gruwelijkers dan lauw bier. Nee. Dus daarom komt de Twentse bierbrouwer Grols met wat nieuws deze zomer. Ze komen met een eigen cool service en daarmee gaan ze dan samen op grote evenementen zoals de Vierdaagse, de Nijmeegse Vierdaagse en de Sneekweek en zo. En dan kan je daar gewoon je blikje, je lauwe blikje inleveren en dan krijg je daar een koud blikje Grols voor terug. Okay, maar je hoeft niet aan te komen zetten met goedkope huismerkjes, maar gewoon wel normale merken. Ja, ja, maar je kan wel gewoon dus gewoon een Amstel en een lauw Amsteltje kan je ruilen voor een koude Grols. Ja. Wauw. Ja. Hey, dit is echt lauw, weet je. Dat is echt te gek, maar op een dag ga ik bier drinken. Ik vind het echt een coole actie. En volgens mij gebruiken ze dit muziekje al jaren niet meer, maar ik blijf het zo'n tof muziekje doen. De ringtoon van Sander Lantinga. Oh. Die drinkt bier, jongen. Tering. Ik moet zeggen, ik zou er bijna trek in hebben. Ja, ik vind het niet te zuipen, maar zo dadelijk hier. Een portie frikandellen. En ik ruik het al, jongen. Ik word er misselijk van. Oh. Fleur, wat heb jij dan als knaller? Nou, knallen, ik kon ze heel weinig vinden, dus ik kijk maar eventjes. Ik zie alleen dat die verliefde aanbidder van Gerard Joling, die mag nu naar huis, dus die kan weer lekker gaan stalken. Die hoofdrolspeler zijn Slumdog Millionaire zijn een setje en het verschrikkelijke nieuws van vandaag. Blue gaat weer zingen met een ander. Echt waar? Ja. Gewoon dat jongensgroepje Blue? Ja. Oké. Okay. Ik moet zeggen, van die ene gasten, die was wel leuk, die erin zat. Simon Webb of zo. Simon Webb, ja. Simon Webb. Die vind ik ook wel leuk, inderdaad. Hij heeft wel zo'n zwoel hoofd. Ja. Maar gewoon kaal, toch? Ja. Nee, oké. Okay. Hij heeft zwoele lippen. Ja. Oké. Nou, voor een blauwe maandag, prima. Zeg, dames, succes de komende dagen. Ja, joh. Fijne vakantie. Nou, fijne vakantie. God, ik ben er 2 dagen niet. Maar goed, fijne vakantie. Klinkt heel tof. Fijne vakantie, inderdaad. Het is... Oh, het is... Nee, niet zo'n weekend. Nee, het is niet zo'n weekend. Oké, okay, dat doen we kunnen niet. Roepen dat het Koninginnedag is. Wil je dat heel graag? Nou, ik geloof het toch wel. Ik zeg gewoon, want ik ga luisteren natuurlijk. Tot morgen. En goedemorgen. Goedemorgen. Als ik 's morgens wakker word en de radio hier aan. Nog een keer, nog een keer. Heel dat is dan maar ik hoor. Het is tijd om op te staan. Want dit is Giel op de radio. Oh, goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Just